De planten die wij nu kweken, dat zijn de bossen waar onze volgende generaties plezier van kunnen hebben. Ik ben Mark Lodders, ik ben 57 jaar, eigenaar van Lodders Boomkwekerijen. Per jaar hebben wij 40 miljoen planten voor de verkoop. Wij kweken op onze kwekerij voornamelijk tweejarige en driejarige planten. Hoofdassortiment bij ons is bos- en haagplantsoen. Ik hou wel van innovaties. De traditionele manier van kweken vind ik niet altijd de beste manier. Ik probeer wel iedere keer de uitdagingen aan te gaan om met behulp van onderzoek te kijken hoe ver kunnen we komen. Als de start van de teelt is, dan starten wij al met een bodemscan. En dat doen we met drones. Door middel van drones kijken wij hoe de situatie van de grond is. We laten scans maken van de bodem. En daar kunnen we dan met een drone overvliegen om te kijken hoe de conditie van de grond is. Dat is een heel revolutionaire manier van werken, maar dat is wel de toekomst voor ons. Gelukkig zitten wij wel aan het begin bij die sector, bij de voorlopers in die sector, waardoor we wel eens een van de eerste bewust bezig zijn met drones. In de plaats van het reguliere gebruik van water gebruiken wij heel vaak de drip tapes, dus druppelbevloeiing in de grond, waardoor we veel effectiever water geven en veel minder water geven. We gaan daarna een heel andere teeltfase in, waardoor we makkelijker mechanische onkruidbestrijding kunnen doen. Dat doen we door middel van gewasgeleide schoffels met camera's. Dat is ook een nieuwe techniek. Die wordt hier ter plaatse ontwikkeld. Daarbij gebruiken we dan ook nog lucht. De compressor blaast lucht langs die schoffeltjes, waardoor het onkruid wat los ligt weggeblazen kan worden en echt goed los bovenop de grond ligt. Wat ik het leukste vind aan het werk is gewoon het hele dag bezig zijn in de natuur. Ik heb nooit anders gekend en ik heb nooit anders gewild. Dus het is echt gewoon een passie die ik al vanaf mijn jeugd heb, zeg maar. Ik ben wel trots op het feit dat we dit hebben kunnen bereiken met heel ons team. Dat we doen wat we nu doen, met de passie die we nu doen en de technieken die we nu doen. Ik denk dat daar mag ik wel trots op zijn, denk ik.